Hallo, ik ben Kees. We zien op YouTube heel veel filmpjes voorbij komen waarin staat dat je met een paraboolantenne veel verder kan vliegen dan het normale bereik van een drone. Vandaag gaan we testen of dat waar of niet waar is. En daarvoor hebben we Kees in het veld staan met de drone. Gaan we even kijken of die er al is. Ja, daar is die. Ja Kees, daar ben ik dan. En ja inderdaad, nu gaan we testen. Zoals je al aangekondigd hebt, denk ik, met de controller natuurlijk van de Mavic Mini. En deze spiegel, de paraboolantenne. En we zijn inderdaad wel eens benieuwd hoe of dat gaat en of die inderdaad verder vliegt en een betere verbinding krijgt. Maar we beginnen eerst nu met alleen de controller met zijn eigen antennes. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Oké, we gaan nu een test doen hoe ver we kunnen vliegen op 5,8 gigahertz. En ik ga nu eerst zonder de spiegels en later met de spiegels. Ik ga naar een hoogte van 40 meter. Zijn we nu bijna. 40 meter. En dan gaan we kijken hoe ver we kunnen komen. We zitten nu op een 400 meter, bijna. €500. Nou, dat is niet slecht voor 5,8. Twee vogeltjes onder ons. Het signaal wordt al wat minder, hè? Dat merken we. Ik vlieg nu echt richting de brug al. Dat is al een aardig stuk. We zijn de kilometer gepasseerd, 1000 meter. €1147. Ja, en nu gaat hij terugkeren naar huis. Daar zijn we dan weer. We hebben net een goede 1200 meter bereikt met de eigen antennes. We gaan dat nu nog een keertje proberen met deze spiegels. En dan gaan we even, laat even zien, hij kan open. En ik zal hem eventjes erop zetten. En dit zou hem dus moeten worden en hiermee zou hem dus verder moeten kunnen vliegen en een betere verbinding moeten krijgen. We gaan het zien! Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Dan gaan we weer naar 40 meter hoogte. En dan gaan we kijken hoe ver het bereik met de spiegels erop is. Oh, ietsje lagerder. Dat we niet vals gaan spelen, hè?
heb een nieuwe batterij gebruikt om te kijken, om te voorkomen dat ik te weinig even oppassen, want ik weet niet hoe hoog de brug eigenlijk is. We gaan de 500 meter voorbij. Ik heb nog steeds een goed signaal. We vliegen nu op 800 meter. En ik ben benieuwd hoe ver ik nu ga komen met even naar beneden kijken, weer omhoog, vooruitkijkend. De 1000 meter gepasseerd. En hier zou ik dus al wat slechte signalen kunnen krijgen vanwege de bebouwing. Dat krijg ik nu ook. 1146. Ik kan kijken als ik wat hoger ga. Dan krijg ik direct al een. Ja. We kunnen weer verder. We hadden even wat verlies. Maar ik zit inmiddels al op 1300, 1400 meter en we vliegen nog steeds verder. Het signaal is weer goed. Ik denk dat ik wat problemen had van de brug. Inmiddels 1500 meter. We vliegen nu richting de jachthaven. 1600 meter. Ik heb al mijn persoonlijke record nu weer verbroken. En dat op de 5,8 gigahertz. Terwijl op 2,4 zou ik dus veel beter, veel verder nog kunnen vliegen. Ik ga het al nog even wat hoger, want ik kom daar een flat tegen. Maximum flight distance reached. Hij zei dat ik de maximum flight heb gehaald, dus ik ga het even kijken. Safety. Dan gaan we het nog even wat verder doen. Ja, we gaan even kijken of we nu nog verder kunnen vliegen. Ik ga nog even wat hoger. Naar 60 meter. En ik moet nu oppassen, want ik ga nu boven een woonwijk vliegen. En dat is eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Ik kijk even naar beneden. Ik zit nog net nog niet boven de woonwijk. Ik zit nu op 2 kilometer. Hey, dat is ons oude huis waar ik vroeger gewoond heb. Ik vlieg nu op ruim 2 kilometer afstand. En ik vind het helemaal geweldig. Ik ga niet verder hier. Omdat ik toch ook boven de woonwijk vlieg en dat vind ik toch riskant. Ik heb ruim 2200 meter gedaan. Ik ga hem nu terug laten komen naar huis. Oh, hij geeft al aan dat ik geen bereik meer heb.
Als hij nu goed zijn werk doet, gaat hij nu vanzelf terugkeren. Het is wel spannend. Hij is niet connected. Als het goed is, is hij op de terugvlucht. Go home. We hebben inderdaad kunnen zien bijna 22, iets meer dan 2200 meter. En dat betekent dus dat het zeker bijna de helft is wat hij neervliegt met de paraboolantenne. We kunnen dus gerust stellen dat wat we op YouTube zien en met andere filmpjes, dat het waar is. Tot de volgende keer. Jullie hebben zojuist kunnen zien dat we inderdaad met een paraboolantenne veel verder kunnen vliegen dan met de gewone normale antennes. Als jullie dit een leuke test vonden, een leuk filmpje vonden, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En kijk binnenkort naar onze volgende challenge, de paraboolantenne versus de Yagi-antenne. En gaan kijken hoe dat uitpakt.